Natuurlijk, explosieven zijn gevaarlijk. Dat snap ik ook. En zeker in een stad wat ook allemaal. Ze willen natuurlijk allemaal de boel veilig hebben. Maar wat de hel is hier in godsnaam gebeurd? Dubbele lint ook. En ik ga ook niet op die lint staan, want dat is niet de bedoeling. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindopia. Heb jij er vandaag weer zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog, ook al is het kapot warm mensen, ik weet het, het is warm. Klik lekker even dat duimpje omhoog en ben je niet ingelogd op je YouTube account, doe dat vooral eventjes, abonneer ook dan meteen, want waarom zou je dat niet doen? Mensen, vandaag in Mindopia gaan we het over een aantal rare dingen hebben, want er gebeuren toch wel een aantal rare dingen wat dat betreft hier in Mindopia en... Ja, ik weet niet, misschien hebben jullie er meer informatie over wat ook allemaal. We gaan zo op dit moment namelijk naar een plek toe, maar... of course, er is bij mij ingebroken, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat is natuurlijk al iets wat raar is, dat heeft natuurlijk David uiteindelijk gedaan. Nee, voor de mensen die zich afvragen. Ik heb mijn auto tot op de dag van vandaag nog steeds niet terug. Ik heb hem ook nog steeds niet gevonden. Dus ja, ik kan ook niks daarmee wat dat betreft. Ik weet natuurlijk niet waar David mee wat ook allemaal, dus dat is in eerste al wat raar is. Maar wat ook heel raar is, recentelijk in een livestream ben ik in de Kaap geweest, in Area 42, kortom het verboden legergebied. Het gebied waar altijd mysterieus over wordt gedaan, over ja, wat zit er nou eigenlijk, wat er kan. Het is verboden toegang, je mag er niet komen, kom je er wel, word je opgepakt, et cetera, et cetera. Er stond altijd een hele grote raket, die stond daar met een kader op van, weet ik veel, kernbom, Korea, kipknots, weet je wel, of kroket, weet ik veel. Er stond in ieder geval een hele grote raket met een kader op en... Ik ben er dus recentelijk geweest in een livestream. Dat is, nou wat zou het zijn, 4 dagen terug nu? Of 5 misschien? En die raket is gone. In de zin van, hij is letterlijk weg. Ik denk dat hij nou is opgestegen of wat dan ook allemaal. Maar het is wel raar dat die raket opeens weg is. En nou zit ik natuurlijk niet in het leger of in ieder geval iets aan met dat geheime gebeuren daar wat dan ook allemaal. Dus ik heb sowieso werkelijk waar geen idee. Maar als iemand weet wat het inhoudt dat die raket is I don't know, opgestegen, afgevuurd, wat ook allemaal. Misschien is het gewoon een raket waar iemand in zit. Misschien is het een raket om een stad kapot te maken. Je weet het niet. Laat het vooral achter in de reactie wat jullie denken wat er gaat gebeuren. Want op zich, zo'n enorm grote raket wat daar in Area 42 heel te stond te wachten, wat nu in één keer weg is. Stel dat het op een stad in gaat slaan, dan is heel de stad weg. I don't know. Maar misschien is het ook wel gewoon een raket om, weet ik veel, de ruimte te inspecteren. I have no freaking clue. Dat is in ieder geval iets wat ik raar vind. Natuurlijk raar. Dit is ook raar. Dit is al echt kapot lang. Dit wordt ook nog steeds niet gerepareerd of wat dan ook allemaal. En wie is eigenlijk überhaupt hier de eigenaar van? Laten we daar eens even naar gaan kijken. Plot info. Niemand. Oké, niemand is hier meer de eigenaar van. En de gemeente doet hier helemaal niks aan. Enigszins raar toch als je gemeente K bent en je wil een mooie stad hebben. In my opinion. Maar goed, dat vind ik in ieder geval toch wel raar dat soort dingen gebeuren. Hè? Dus dat in één keer die raket weg is. Laat dus vooraf achter wat jij denkt dat er met die raket aan de hand is. Want wat ik zeg, als het werkelijk die raket in gaat slaan op een stad, dan is denk ik heel een stad weg. En ik hoop natuurlijk niet dat dat gebeurt. Want het is pretty fucked up als iemands huis wat dan allemaal wordt geraakt of dit of dat. Kijk maar natuurlijk naar de andere steden waar natuurlijk natuurrampen zijn geweest, meteorieten zijn geweest, noem het allemaal maar op. Maar laten we zeggen, mensen, het is wel raar, want hij heeft er kapot lang gezeten en hij is nu weg. Een andere theorie kan natuurlijk ook nog zijn dat daadwerkelijk het leger hem gewoon heeft weggehaald en... dan hij nu onder de grond zit in een silo, wat dan ook allemaal, dat hij daar ligt of wat dan ook allemaal, maar... Ik vind het in ieder geval raar, dus mocht jij er iets meer van weten, of misschien zit je wel bij het leger of heb je er informatie over... Laat het vooral voor achter in de reacties, want ik wil dat graag weten. En ik denk dat met mij nog wel heel veel andere mensen dat ook graag willen weten, tenzij jij het misschien weet. Wat we nu aan het doen zijn, mensen, is het volgende. We zijn op dit moment onderweg naar Atlanta. En dat is natuurlijk een plek waar ik eigenlijk niet zo heel erg vaak kom. Dat komt doordat ik daar eigenlijk helemaal niks te zoeken heb. Maar daar gebeuren ook hele rare dingen op het moment. En ja, dan heb ik zoiets van... Ja, maar wat is hier nou weer gaande? We moeten hier naartoe in ieder geval. Want voor de mensen die het hebben gemist, wat zou kunnen... bij de gemeente in Atlanta, terwijl we even kijken, ik ga overigens eventjes daarvoor in Vanish, want ik heb dat, haha, want er gaan daar allemaal mensen voor me staan, daar heb ik geen zin in. We gaan in ieder geval deze kant op, we gaan naar de taxi toe richting de portals naar het gemeente toe. Want, loop ik überhaupt daar goed voor? Ja, daar staat de poort, mooi zo. Want bij het gemeentehuis dus van Atlanta is een vrachtwagen met explosieven. En dat is ten eerste al fucked up en raar, terwijl we hier iemand hebben met pretty nice gear. Dat is natuurlijk al raar. Alleen wat ik ook raar vind, is dat eigenlijk 24-7 wordt verdedigd door het leger. Het leger is hier echt de godganse dag aanwezig om, I don't know, hier de mensen weg te houden wat er kan. Maar dan denk ik van,
Is dat niet meer iets voor de politie? En of course, kijk, hier heb je er eentje. Dus, of is dit Marshall C, wat ook allemaal? Ik weet het ook allemaal niet. Maar natuurlijk, explosieven zijn gevaarlijk. Dat snap ik ook. En zeker hier in de stad, wat ook allemaal. Ze willen natuurlijk allemaal de boel veilig hebben. Maar wat de hel is hier in godsnaam gebeurd? Dubbele lint ook. En ik ga ook niet op die lint staan, want dat is niet de bedoeling. Maar ik weet niet of dit de desbetreffende vrachtwagen was of dat dit hem was. Maar je ziet in ieder geval twee vrachtwagens. Dit is allemaal afgezet. En I don't know, het is hier sowieso behoorlijk druk. Want iedereen wil natuurlijk volgens mij weten wat hier natuurlijk allemaal aan de hand is. Je ziet hier ook al, hier is nog weer een agent aanwezig. En je ziet hier ook nog meer, hier, leger. Marshall C, denk ik dat dat wederom is. Kortom, je ziet hier al een soldaat praten. Het is hier echt behoorlijk druk met het leger en weet ik het allemaal. Defensie niet betreden, defensie. Maar wat de hel is hier in godsnaam aan de hand? Wat de hel is hier in godsnaam aan de hand? Ja, hier mag ik wel staan, want hier zitten geen netten wat dat betreft. Oh, het ziet er ook naar uit dat hier in ieder geval een explosief is ontploft bij de gemeente. Oh, damn it. En er zit daar bloed? Oké. Dit bedoel ik dus, mensen. Wat de hel is hier in godsnaam gaande? Hier in de gemeente, dat hier in één keer explosieven liggen. En dat dit nu wordt beschermd door het leger. En weet ik, hier ook trouwens, ook explosief ontploft. Dat dit wordt beschermd door het leger en wat nou ook allemaal. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat, maar hè, een raket weg. Hier zijn nu allemaal explosieven wat hier is ontploft, weet ik het allemaal. En sowieso, waar komt in godsnaam een vrachtwagen? Ziet er trouwens wel leuk uit. Dus is afgeleid. Waar komt in godsnaam een vrachtwagen vandaan, vol met explosieven, die gewoon Atlanta kan binnenrijden en letterlijk naar de gemeente toe kan rijden? Ik heb geen idee wie hier achter zit, wat zij er eigenlijk parkeren. Dus, oh, minister Binnenlandse Zaken, nee goed. Ik heb in ieder geval geen idee hoe en wat allemaal. Als iemand dit ook weet, wie hier achter zit, wie er iets mee te maken heeft, laat het vooral achter in de reacties. Want ja, misschien dat ik niet dat we het weten, maar ik wil het wel gewoon graag weten. Want het is gewoon, het is best wel bizar, right? Ik bedoel, misschien is het iemand die is niet eens met de gemeente. Misschien heeft het te maken met die verkiezingen. Misschien is het zelf een corrupte iemand van de gemeente. Is het leger? Waar komen überhaupt de explosieven vandaan? Waarom zit het leger er bovenop? En nogmaals, ik begrijp, explosieve leger, snap ik enigszins de link. Alleen, dan heb ik zoiets van, als ze dan inmiddels afgezet en het is nu een soort van in beslag genomen door defensie, dan kan toch nu het gewoon worden beveiligd door de politie, right? Maar het leger is nu steeds volop aanwezig. En ook hier de Marshall C, wat hier weer overheen aan het rennen is, die de boel in de gaten houdt. Ik denk van, wat is hier gaande? Wat de hel is hier gaande en waarom wordt het zo goed beschermd? En ik snap, ze willen natuurlijk niet dat innocent burgers, wat dat betreft, allemaal nog worden, ja, dadelijk dood zullen gaan, wat dan ook allemaal. Maar het is toch enigszins raar, mensen? Laat het eerlijk zijn. Het is enigszins raar. En ik weet niet waarom, maar ja. Je kan het wel aan een army iemand gaan vragen van, hey, luister, waarom is dit en dat allemaal? Maar dan gaan ze geen antwoord op geven, want het is allemaal weer privé en onderzoek en weet ik het allemaal. Dus dat is ook een beetje het nare en fucked up eraan. Je krijgt letterlijk geen info. Het is een beetje gissen naar informatie. En ja, daarom wil ik graag weten hoe wat allemaal. Want dit is best wel, oh, hier is ook nog bloed. Lekker, man. Het is best namelijk wel een ernstig iets, laten we eerlijk zijn. Er is hier gewoon letterlijk, ik zou het bijna aanslag willen noemen wat hier is gepleegd. Dit is echt gemeente. Nou ja, ik heb werkelijk waar geen idee, ja, wat dit dus is. Het is een behoorlijke onderneming in ieder geval. En er zijn dubbele linten. Rood met wit en geel met zwart. Ik weet niet precies wat geel met zwart inhoudt. Rood met wit is natuurlijk dat die te verboden er zijn. Ik denk dat dit nog een extra lint is voor veiligheid of iets in die trend of zo. Ik heb werkelijk waar geen idee, maar het is wel chaos. Eén ding is wel, wat ik al wel weet, is dat de explosieven zijn inmiddels opgeruimd, want er lagen, volgens mij hier ook, lagen echt stapels met explosieven nog wat dan kan. Maar dat is inmiddels wel weg. Dus ik denk dat ze die alvast onschadelijk hebben gemaakt of hebben meegenomen, of weet ik het allemaal. Dat is in ieder geval wel weg, maar laten we eerlijk zijn, mensen, het blijft raar. Het blijven rare dingen wat nu gaande is hier in Mytopia. Ik heb werkelijk waar dus geen idee wat er gaande is. Ik krijg het ook helemaal niet mee, want ja, I don't know, het is natuurlijk niet mijn pakje aan, om zo maar te zeggen. Maar als iemand het dus weet, ja, laat dat alsjeblieft vooral even achter in de... Moet ik deze kant even oprennen? Ja. Laat het dus vooral even achter in de reacties. Want ik ben heel erg benieuwd naar. En mensen ook, heb jij nou nog iets gezien in Mytopia, Cosmopolitan, The City, de kaart wat ik dan waarvan je ook denkt van, de vie, is dat ook opgevallen? Is dat raar? Laat het achter in de reacties. Ik ga er kijken, ik ga die in kaart brengen. Ik ben een onderzoeker. Nee, ik ga dan in ieder geval naartoe. Ik ga kijken en alles erop en eraan. Want ik vind het toch ook wel, ja, interessant en raar tegelijkertijd, want, oh, dit reizen kost geld. Hey joh, blijf met je tengels van mijn geld op. Ik vind het toch ook wel raar en interessant om te kijken van, goh, hè, wat gebeurt er allemaal en alles erop en eraan. Dus, ja,
Laten we met z'n allen gewoon lekker daarna gaan kijken. Laat het overigens wel op een normale manier doen. In de zin van, als je ergens niet langs mag, ga er ook vooral niet langs, mensen. Want je wordt letterlijk opgepakt, je gaat de cel in. En dan moet je niet bij mij komen. Ja, maar durf. Nee. Dat gaan we dus even niet doen. Dus pas daar alsjeblieft mee op. Voor nu, mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk allemaal even lekker dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. En mocht je nou tips hebben, laat het vooral achter in de reacties.